Welkom in het Late Journaal. Hier komen de hoofdpunten. Dat krijgt u van Eddy de Maris. Met veel voetbal, met straks ook aandacht voor Club Brugge. Maar eerst AA Gent, de vierde in de stand. Die vierde AA Gent dus heeft kostbare punten verloren in de strijd om de derde plaats. Die derde plaats geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Gent verloor met 2-0 bij Lierse. Lierse vond voor het eerst in 5 wedstrijden nog eens de weg naar de netten. Een saaie eerste helft slaan we over. 10 minuten na de rust krijgt Van Doren de bal op 20 meter van het doel. Via de paal gaat de bal binnen. 1-0, het is van 10 februari geleden dat Lierse nog eens gescoord heeft. Aan de overkant probeert Kraus het 5 minuten later ook van ver. Hij heeft minder succes. En Kraus heeft blijkbaar de smaak te pakken. 20 minuten voor tijd, alweer een knap schot. De man redt. Gent verdient eigenlijk de gelijkmaker, maar in de toegevoegde tijd scoort Snoeks met deze lob. Lierse Gent eindigt op 2-0. Als je kunt winnen en je kunt de nul houden, dat is een ongelooflijk toffe ervaring na zo lang. Dus ik denk dat dat gewoon schitterend is. De wedstrijd zelf, laat ons eerlijk zijn, niet erg leuk voor het publiek om te bekijken. Nee, ik denk het ook niet, maar het is wel zo dat we vandaag gewonnen hebben. En ik denk dat we die mensen zo'n enkele match goed voetbal hebben gebracht en toch verloren waren. Nu hebben we gewoon geknokt en ik denk dat we vandaag die knokkersmentaliteit beloond hebben gezien. En dan nu aandacht voor Club Brugge. Club Brugge is met 1-2 gaan winnen bij Sint-Truiden. Door die zege, de tweede pas in 9 wedstrijden voor Brugge, wordt de titelstrijd nieuw leven ingeblazen. Brugge nadert immers tot op 4 punten van leider Anderlecht. Anderlecht speelde gisteravond 3-3 gelijk tegen Moeskroen. Club neemt resoluut het initiatief en dwingt kansen af. Lembi besluit tegen de dwarslat. Op het kwartier loont de Brugse aanvalslust. Een prima voorzet van Ibu Sila en Philippe Clément tikt de 0-1 binnen. Het eerste Truijense gevaar komt via een hoekschop. Voet stikt de bal voorbij en beduust de Verlinde 1-1. De tweede helft is minder intens tot Club na een half uur een prima aanval opzet. En Philippe Clément er met het hoofd 1-2 van maakt. Een doelpunt dat Brugge tot op 4 punten van Anderlecht brengt. We hebben wel verschillende goede kansen gehad en ik denk bij de enigste kans van hun is het doelpunt. Ja, ik mag het zelfs geen kans noemen, een corner mag nooit niet aan die eerste paal binnengaan. Maar we hebben goed teruggeknokt als ploeg en dat is heel belangrijk voor de volgende weken. Brugge was beter, maar ik denk dat we goed weerwerk geboden hebben. We zijn 1-0 achtergekomen en we hebben ons terug in de wedstrijd geknokt. Heel kort op de man en zo. We zijn 1-1 gekomen en we hebben dat denk ik vrij goed gehouden zonder echt grote kansen voor de club. Jullie komen nu tot op 4 punten van Anderlecht. Is het kampioenschap nu weer spannend? Ik denk dat we niet naar Anderlecht moeten kijken en gewoon van week tot week voor die 3 punten gaan. Maar geloven jullie nog in jullie titelkansen? We geloven erin tot de laatste speeldag natuurlijk, anders zouden we geen prof zijn. Germinal Beerschot mag nog dromen van Europees voetbal na een 1-2 zege bij rechtstreeks concurrent Westerlo. Voor Germinal Beerschot is het ook een mooie revanche voor de nederlaag die de club dinsdag leed tegen datzelfde Westerlo in de halve finales van het bekertoernooi. Germinal Beerschot start ideaal. Na amper 4 minuten trapt Haagdoorn hard en precies vanuit een scherpe hoek. De bezoekers staan 0-1 voor. De tweede helft is nog geen minuut bezig als Zelinka op rechts doordribbelt en aflegt voor Pelic. Die schiet de gelijkmaker voor Westerlo binnen. Een kwartier vooraf fluiten begaat Lammers een fout op Mutavdic in de 16 meter. Mutavdic neemt de strafschop zelf en brengt Germinal verdiend op 1-2. Schaarsers krijgt de kans om Westerlo van op de stip op gelijke hoogte te brengen. Een knappe redding van Luciano. Germinal Beerschot wint met 1-2 en springt naar de 5e plaats in de rangschikking. Van één vanavond gespeelde wedstrijd kent u het resultaat nog niet. Antwerp versloeg Lokeren met 2-1. Helemaal bovenin wordt het dus opnieuw spannend in de rangschikking. Anderlecht moet immers nog naar Brugge. Onderin kunnen La Louvière en KV Mechelen morgen over Sint-Truiden wippen. Maar dan moeten ze wel iets oogsten tegen respectievelijk Beveren en Aalst. We zijn toe aan de resultaten in de zaalsporten. Dit weekend enkel bestaande uit de 23e speeldag in de eerste klasse van het basketbal. Er zijn vanavond 3 wedstrijden gespeeld. Bree en Bergen leverden strijd om de derde plaats. Bergen won met 94-97. Ieper Aalst werd 83-63. Een van de schuldeisers van Ieper liet daar door een deurwaarder beslag leggen op de resette. Antwerpen tenslotte versloeg Hasselt met 82-62.
Hoog tijd voor een wielerhoofdstuk. André Tschmil is klaar voor de Ronde van Vlaanderen die volgende week zondag wordt gereden. Dat bewees de Russische Belg vanmiddag door de semi-klassieker de E3-prijs te winnen. Op de aankomststreep in Harelbeke had Tschmil een minuut voorsprong op een eerste achtervolgende groep. De wedstrijd breekt open op 55 kilometer van de aankomst. André Tschmil zet zich op de kop van een groep van een 25-tal renners. Alleen de sterkste blijven over. We krijgen 9 leiders met daarbij de Belgen Tschmil en Peers. Even later kan enkel Joop Lankaert nog aansluiten. Op de Oude Quaremond is het weer Tschmil die voor de schifting zorgt. Wezeman en Vastia zijn de enigen die volgen. De rest blijft kilometers lang op 10 à 15 seconden hangen. Op 20 kilometer van de streep komt alles vooraan weer samen. Er zijn nog 8 leiders, maar niet voor lang. Want Tschmil gaat nog eens, op de Tiegenberg. En deze keer raakt hij iedereen kwijt. Tschmil alleen is sterker dan de 7 achtervolgers. Hij fietst een voorsprong van 1 minuut en 9 bij elkaar. En Harelbeke ziet voor de tweede keer André Tschmil als eerste over de aankomststreep komen. Hij won hier in 1994 ook al. Wezeman wordt tweede voor Vastia, Plankaert is vierde. Et je l'ai fait les sprints jusqu'au sommet. Et après, quand je l'ai vu que je suis tout seul, je dis maintenant, on connaît les chansons. Chapeau voor André. Ongelooflijk. Zoals die wegrijden is. En wij hebben er niet bepaald achter gewandeld. Ik kan er mee verzoenen, best niet gewonnen. Tour de Flandre, c'était encore une semaine. J'ai des bonnes conditions, malgré que j'ai toujours un petit peu mal au dos. Et je vais essayer. Om opnieuw te winnen, want vorig jaar won Tschmil de Ronde van Vlaanderen. Het is dubbel feest trouwens voor de Lotto-ploeg vandaag, want er was niet alleen winst voor André Tschmil in de E3-prijs in Harelbeke. In Frankrijk heeft Rick Verbrugge de eerste rit van het internationaal wegcriterium gewonnen. Verbrugge was in Charleville-Mézières de snelste van een kopgroep van 12. Morgen eindigt het internationaal wegcriterium daar in Frankrijk met een korte rit in lijn en met een individuele tijdrit. Pas op de beklimming van de Côte de Barbancroc op ongeveer 15 kilometer van de finish begint de finale echt. De onbekende Oostenrijker Buxhofer gaat er vandoor. Op het einde van de klim krijgt hij het lastig. In de afdaling komen 11 achtervolgers aansluiten. De belangrijkste renners zijn onze landgenoot Rick Verbrugge, de Franse Eulo en Algan, de Duitser Voigt en de Rus Vinokourov. In de slotkilometers demareert de Spanjaard González Jiménez, maar in de laatste rechte lijn wordt hij opnieuw ingehaald. Dan acht Rick Verbrugge zijn moment gekomen. Hij waagt zijn kans op enkele honderden meters van de finish en niemand is nog in staat om hem te remonteren. Verbrugge wint voor de Franse Algan en Moncoutier. Een mooie overwinning voor Verbrugge, die natuurlijk ook leider is in het algemene klassement. Claudine Ledoux, député maire de Charleville-Mézières. Over het sportnieuws van vandaag bent u bijgepraat. Morgen bieden wij u het volgende aan. In het Sportpaleis beginnen we traditiegetrouw met de Champions League magazine. De kwartfinales komen eraan, wij blikken al eens vooruit en wikken en wegen de kansen van de ploegen. Maar de hoofdbrok is natuurlijk de rechtstreekse uitzending van de Brabantse Pijl. Wie volgt Museeuw op en wie is één week voor de ronde al klaar voor het zware werk? Het antwoord in het Sportpaleis. Ook in Sportweekend komen we uitgebreid terug op de Brabantse Pijl met de reacties van winnaars en verliezers. We gaan dieper in op de treffer in de Champions League, Manchester Bayern. En we bekijken onder meer ook het beste buitenlands voetbal met twee toppers, Liverpool-Manchester en in Duitsland Leverkusen-Schalke 04. En er is motocross in Valkenswaard. Neemt Joël Smits revanche, bevestigt Stefan Everts of is Marnik Bervoets de sterkste? Mij rest nog alleen de herhaling van de blikvangers van dit journaal. Alle pogingen van de Joegoslavische politie om ex-president Milosevic te arresteren zijn tot nu toe mislukt. In Waals-Brabant zijn de eerste slachtoffers begraven van de treinramp van 4 dagen geleden in Pekro. En Club Brugge wint op het veld van Sint-Truiden en nadert in het klassement tot op 4 punten van leider Anderlecht. Zo, dat was het. Ik wens u voor straks een rustgevende nacht. Tot kijk. De ministers zaten weer eens te bekvechten over het spoor en toen sloeg het noodlot toe. Ineens was er wel een akkoord, maar is het ook goed? Weet het ABVV nog wat er echt leeft bij de basis? Moeten leden soms staken tegen hun wil? Scherpe vragen uit het publiek voor Mia de Vits.
En gaat u overschakelen op glazen flessen als plastic verpakkingen extra belast worden? Morgen, Klas Hart, 11 uur, TV1.